Hey kijkers van Dus David Games, ik dacht het is tijd om eens een keer lekker mee te gaan doen met de hype van, hoe heet het, DPO. En aangezien ik totaal nieuw ben in dit hele verhaal, lijkt het me goed dat we samen even lekker gaan kijken hoe je nou goed wordt in deze game. Dus ik weet het niet, maar we gaan, dit is het verhaal van, Noob. Vandaag zijn we Noob en we kunnen beginnen en ik weet niet wat je moet doen. Je moet bewegen, oké. Okay. Laat mij met rust man. Hoe werkt dit? Oh, sorry Hawaii. Sorry Kawaii. Oh, je kan gewoon iets indrukken. Oké, okay, hallo. Oh, nee. Jezus, dat gaat snel. We gaan het gewoon nog een keer proberen. Voor mij is de bedoeling dat je dingetjes kapot maakt voor XP. En als je dan levelt. Deze moet je kapot maken, dacht ik zo. Kun je op een gegeven moment upgrades krijgen en shit. En dat is natuurlijk super chill. Alleen ik weet niet op welke manier je levens terugkrijgt. Dus daar moet ik nog even achter zien te komen. Pap, ga dood. Ja. Juist. Oké, ik ben al level 8. Gaat goed. Het is gewoon een kwestie van die dingen kapot maken. Want dan ga ik hier wel even blijven staan, denk ik zo. Want dit zijn er vet veel. Oké, level 9 tank. Lekker. Gaat goed. Ja, allemaal kapot. Go, go, go. Dus je moet eerst een beetje levelen en dan hopen dat je niet kapot gemaakt wordt door zo'n motherfucker zo meteen. Nee. Ik wens niet met jou geassocieerd te worden. Ik wil het niet. Ik ga weg. Doeg. Wanneer krijg ik dan mijn fucking upgrades, man? Ik wil van die zo'n duel kennen. Dat is vet cool. Ja, got it. Nailed it. Hey. Oké, en nu? Ik ben level 13. Vanaf wanneer krijg je dan betere wapens ook weer? Niks ervan. Ik dodge al je shit. Ja. Ja. Ga daar maar. Wow, wat is dat voor iets? Had je die moeten killen? Ik weet het niet. Ik begin wel wat groter te worden, dus dat is een voordeel. Nou, zoals ik al zei, de tactiek is vandaag dus... zorgen dat je een paar van die balletjes kapot maakt... zonder dat je tot al die tijd doodgaat. Juist! En nu hebben we de twins. En kunnen we ook rapid fire? Lijkt me een goed plan. Nu kunnen we achter een paar mensen aangaan. Nou kunnen we mensen gaan killen. En nou hebben we twee keer zoveel ballen die we wegschieten. Right? Nou, we gaan nog even verder. Dat was level 15, dus ik denk dat ik bij 30 dan mijn volgende krijg. Het is toch wel wat, hè? Oh, hell no! No. Die is wel heel erg agressief vandaag. Ik heb het idee dat ondanks dat je er twee van die ballen hebt, dat ze wat minder... Oh, hallo. Hallo. Nee. Oh, wacht. Die is bijna dood. Hallo. Mag ik heel even? Oh, en er zit weer zo'n grote man. Oh, shit. Zo'n grote motherfucker. Hoe ga ik dit ooit overleven? Hoe... Ik moet levens terug hebben. Hoe krijg je dat? Hoe krijg je levens terug? Iemand? Heeft iemand een idee? Is dat een ding? Oh! Holy fuck shit! 32,5! Mag ik jou heel even irriteren? Ja, joh! Oh my god! Ja, zo kan ik ook het spelletje wel winnen met zo'n dikke gun. Jesus Christ. Level 4 ben ik. Dus je krijgt de helft terug of zo. En ja, voor mij krijg je de helft van je levels terug als je doodgaat. Nee! Wil niet spelen! Vandaag niet. Vandaag even gewoon even lekker chill. Ja. Wil hebben. Hij is snel. Man, hey, je kan uit de map. Dat is echt fucking dying, man. Beter ga je even deze ballen opeten. Kom maar. Hallo. Hey! Nee. Wil niet spelen. Geen zin. Vandaag niet. Even niet een keertje. Oh, dit is een episch duel, gek. Hey! Die gozer let helemaal niet op. Zie hem. Ik zweer het je. Hij let niet op. Waar is mijn muis? Daar. Oh, shit. Ik was mijn muis kwijt. Dit is moeilijk! Hoe kun je hier ooit... Ja, als je de uren insteekt, dan ben je waarschijnlijk de eerste. Je moet mensen off-guard... Oh! Nee, man. Wil niet spelen. Ik word helemaal compleet kapot gemaakt door die gasten. Ik zweer het je. Oh. Ik ga gewoon zielig in een hoekje zitten hier. Nee, niet in een hoekje. Hoekjes zijn niet slim. Oh, en dan komen ze van twee kanten. Grote motherfuckers. Auw. Oh, hij pakt natuurlijk dat ding weer. Ah! Dit is zo niet tof. Ik ga het nog één keer proberen. Want ik heb gezegd dat ik het jullie ging leren. Maar dan moet ik het natuurlijk zelf al kunnen. En ik heb echt geen flauw idee wat ik aan het doen ben. Oh, ja, die blauwe moeten we hebben. Kom. Kom op. Je kan het. Ga dood. Juist, ga je gelijk een level omhoog. Hou ik van. Ja, dat kan ook. Oh man, nee.
Hij heeft zo'n triple. Dat is echt zo kloten. Level 8. Oké, okay, dus beter als level 4. Oh, shit. Oh, shit. Dit is fucking moeilijk! Als jullie willen dat ik het vaker probeer en een keer een high score haal zoals bij Agario, laat het maar even weten. Laat ook even een like achter natuurlijk als je het leuk vond. En abonneer even op DDG. En tot de volgende keer. Holy shit, wat is dit moeilijk.